Sinds 1922 reden hier normaal gesproken de vrachtwagens af en aan. Maar de laatste jaren werd dat steeds minder. Dat komt door de malaise in de transportwereld, het rookverbod en de langdurige werkzaamheden voor de aanleg van outletcentrum Rosada in Roosendaal. De problemen duren te lang voor eigenaars Jan en Paulina Gelsema. De schulden lopen op en dus moeten ze er nu mee stoppen. De laatste 10 dagen gaat de telefoon constant 's avonds. Heel veel jongens die ook zeggen dat ze het ontiegelijk jammer vinden. Hey, want het was toch een begrip in deze hoek. Ze kwamen hier graag. Maar ja, als de baten niet meer opwegen tegen de kosten, dan wordt het heel lastig om het vol te blijven houden. En dus stopt het echtpaar ermee. Wat de toekomst brengt? Dat weten we nog niet. Wel dat we in Roosendaal willen blijven wonen. Als we een huisje kunnen krijgen hier. Of in ieder geval een klein appartementje vinden wij al genoeg. En dan gaan we maar genieten van de kleinkinderen. Fietsen. En misschien toch dat we nog toch willen gaan werken als dat mogelijk is. De curator gaat proberen het pand waar het anker in zat te verkopen. Maar een nieuw truckerscafé zal hier nooit meer komen. Er mogen namelijk geen vrachtwagens meer rijden tussen Wouw en Roosendaal.